vandaag zaterdag 2 mei. En we hebben ons, nou ik wil zeggen al omgekleed, maar het is al 12 uur. Maar we hebben ons omgekleed, nieuw gedoucht en we gaan zo meteen eventjes naar de stad. Want in de vlog van gisteren vertelde ik dat ik iets bij de Ys Paris wilde kopen. Alleen het was daar uitverkocht en die andere winkel die ging al sluiten. Dus ik kon niet meer ophalen, dus dat ga ik vandaag doen. En Milan heeft een tijdje geleden zijn pak naar de stomerij gebracht. En die moet ook nog opgehaald worden, dus dat gaan we ook doen. Ik heb echt na heel lang deze trui weer aan, maar ik vind hem echt eigenlijk wel weer heel erg leuk. Oké, goed verhaal. Ik ga even kijken welke schoenen ik hierbij aan ga trekken. En dan gaan we zo meteen. Of moet jij nog eten? Oké, ik doe denk ik mijn Alexander McQueen's eronder aan. Dat is denk ik wel leuk. Beetje kleur. En ik ga morgen foto's maken met Rosa. Dus ik denk dat ik dan deze trui ook wel eventjes leuk op de foto wil zetten. Want dat heb ik nog niet. En I kinda like it. Oké, ik ga even sokken zoeken. En trouwens, gisteren heb ik zelf eyeliner opgedaan. Ik heb deze keer 4 uurtjes laten intrekken. En ik vind het nu wel mooi eigenlijk. Het is niet te en niet te weinig, zeg maar. Dus dat is helemaal top. Ik moet mijn Alexander McQueen ook echt schoonmaken. Ik weet niet of er mensen kijken die deze schoenen ook hebben. Maar kijk, ik draag ze helemaal niet veel. Hè? Ik heb ze denk ik echt, nou, sowieso minder dan 20 keer gedragen. Maar kijk, dit hier wordt echt helemaal vies door die rondjes hier. Maar goed. Oh, en ze worden echt best wel snel vies. Ik ga even een doekje eroverheen halen zo. En ik kreeg trouwens gisteren een mailtje dat mijn GC's donderdag als het goed is binnenkomen. Ik hoop het. Ik heb nu dan deze trui aan met weer die broek van Nicky. En dan mijn Alexander McQueen's eronder. En ik doe denk ik een spijkerjas erbij aan, want dat vind ik wel het leukste. En dan Jan en wij zo even naar de stad. Wij zijn weer terug. We zijn eigenlijk best wel lang weg geweest voor mijn gevoel. Maar ik heb het. We zijn ook nog eventjes langs een bakkertje gereden om lekker taart te halen voor Rowan. En langs te brengen, want Rowan is dus maandag jarig. En even denken hoor. Deze vlog komt maandag online. Ja, ik kan het op zich wel zeggen. Ik heb ook voor Ro ballonnen besteld om bij haar thuis te laten bezorgen maandag. Met een kaartje. Ik wilde het dus bij Greets doen. Alleen, er was een storing via iDeal ofzo, dus je kon niet betalen. Dus het was super irritant. En als ik het vandaag had besteld, was het nooit maandag bezorgd. Dus ik heb het maar ergens anders gedaan. Dus ik hoop dat het een beetje leuk is. Maar er worden dus maandag bij haar thuis ballonnen bezorgd. Voor de verjaardag. En Milan is maandag natuurlijk ook jarig. Want ik wilde eerst eigenlijk een taartje bij haar langs brengen maandag. Maar ik dacht, ja, Milan is ook jarig. Dus dan ben ik gewoon bij hem natuurlijk. Dus we waren net eventjes langs Mason Kelder gegaan. Hadden we lekker taartje gehaald. En bij haar ja, afgegeven voor de deur. Ja, gewoon aan haar gegeven. Zodat ze die lekker kon opeten alvast. En we hebben en ik heb natuurlijk bij Ys Paris. Dat van Chanel gehaald. Rosa heeft me weer lekker lopen influencen. En er was nu korting ook op de make-up. Even kijken. Normaal gesproken was die €44. En ik heb hem nu voor €32. Was 25% korting. Maar ik had deze dus gezien in de video bij Rosa. En het was zo mooi. En ik zie het wel vaker bij mensen. Dus ik dacht, ik wil hem hebben. Maar het was dus overal online was hij dus uitverkocht. Echt letterlijk overal. En toen gisteren was ik dus bij Jezus, ik kom echt niet aan mijn woorden. Gisteren was ik dus bij de Ys Paris hier in de buurt. Maar daar was hij dus uitverkocht. Dus hebben ze hem in de stad apart laten leggen. Dus dit. Ik heb helemaal niet gekeken of het wel de goede is, maar ga er vanuit van wel. Ja. De Soleil Ten de Chanel. En dus gewoon een creamy bronzer. Dus die heb ik nu ook. En daar ga ik straks een beetje mee spelen, want dan kan ik hem morgen gelijk gebruiken. Als ik mijn make-up ga doen en foto's ga maken met Rosa. Dus die. Ik ga even lekker wat te lunchen maken, want ik heb echt heel veel trek. Maar ik ga eerst even dit opruimen. Ik ga denk ik een cracker maken met avocado en zout. En ik ga een eitje koken, als we eieren hebben trouwens nog. Dus trouwens, ik ga nu alvast even die bronzer ding proberen. Want daar heb ik gewoon echt heel erg veel zin in. Volgens mij heeft Rosa het met
Die ga je er ergens om de kwast te zetten. Volgens mij deed Rosa het dus met zo'n soort kwast. Ik weet eigenlijk niet met wat voor kwast dit moet, maar oké. Dan, dit is dus zeg maar een soort van onderlaag voor het contouren. Dus normaal voor morgen als ik foto's ga maken, zou ik eerst een laagje foundation doen. Dan dit en dan pas poeder. Maar ik heb nu alleen dagcreme op en ik wil het gewoon even proberen. Het ziet er nog zo mooi uit. Oké. Ik weet ook echt niet hoeveel je hier van nodig hebt. Straks is het helemaal niet de goede kleur voor mij. Maar je hebt maar één kleur dus volgens mij. Volgens mij ben ik echt veel te bruin. Het ruikt wel lekker. Misschien moet ik dit gewoon met een andere kwast doen. Oh nee. Hij doet het wel. Oh ja, je ziet het wel. Een beetje. Toch? Oh. Nou goed, hè? Ik ga het morgen wel gewoon proberen als ik helemaal ga proberen te flieken. Maar nu ga ik maar gewoon eventjes wat te eten maken. Want mevrouw heeft weer trek. Of nou weer. Mag uit. Ik heb nog niet gegeten. Het is 14:15, maar oké. Oké, ik heb allemaal outfitjes uitgekozen voor morgen. Voor als ik foto's ga maken. Hier zie je het al een beetje. Lekker veel kleur. Daar gaan we voor. Ik ga nog niet laten zien welke outfitjes. Dat kan je morgen zien. In de video. Want morgen ga ik ook helemaal laten zien en zo hoe wij onze foto's maken. Althans, dat is het plan. Ik heb altijd best wel veel kleur in mijn foto's. Ja, ik hou gewoon van kleur. Maar de achtergronden waar wij foto's maken zijn meestal wel best wel beige en zo. Het is eigenlijk altijd in Den Haag waar we foto's maken. Heel soms als we bijvoorbeeld een dagje naar Amsterdam gaan, dat we dan daar foto's maken. Maar eigenlijk als we echt op pad gaan om foto's te maken, is het eigenlijk altijd aan Den Haag. En ja, ik hou wel gewoon van kleur en zo. En leuke outfitjes en dingen. En ja, ik denk wel dat ik nu allemaal leuke setjes heb gemaakt om foto's mee te maken. Ik moet alleen nog een beetje bedenken welke accessoires en zo ik waarbij ga doen. Ik ga sowieso mijn kettingjes omdoen. Maar wat ik dus voor morgen wilde gaan doen. Normaal heb ik mijn haar eigenlijk altijd stijl op foto's. Maar het lijkt me wel leuk om een beetje slag in mijn haar te hebben. Maar met een krultang wordt dat denk ik best wel heftig bij mij. Althans, daar ben ik bang voor. Dus ik heb zo'n roller set. Zo'n Carmen set heet dat. Dus ik ga nu de krulspelden verwarmen en in mijn haar doen. En als je denkt, waarom nu al? Ja, dan zit het morgen denk ik gewoon mooier. En dan kan ik het altijd eventueel nog met een dikke krul. Dan morgen een klein beetje bij krullen. Maar dat is wat ik nu ga doen. Ik ga eventjes mijn camera aan het knippen. Oh nee. Kijk trouwens eventjes deze bizar leuke nieuwe zonnebril. Die ga ik morgen dus ook eventjes meenemen voor een foto. Deze. Van ASOS. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind het meer gewoon een leuke fotobril. Verder niet echt voor anders of zo. Maar oké, goed verhaal. Ik ga beneden mijn haar even doen met die rollers. Want ja, Milan zit ook beneden. Dat is wel zo gezellig. Oké. Okay. Ik heb deze. Even kijken. Deze hebben we echt al, nou ik denk echt al 10 jaar of zo. Maar het zijn dus gewoon van die rollers van Carmen is het volgens mij. En die rollers worden dus straks warm. Die kleintjes ga ik niet gebruiken, want daar krijg je echt hele kleine krulletjes mee. Ik wil gewoon van het slag en door het slapen vannacht zak dat nog meer uit. Ik heb hier van die dingen waar je het mee vast kan zetten. Maar ik ga eerst even die heat protector in mijn haar doen en eventjes mijn haar opdelen. Zijn nu opgewarmd en ik heb nu hier zeg maar het bovenstukje even apart gezet, want dat ga ik straks naar achter rollen zodat het een beetje zo mooi naar voren valt. Deze heb ik eventjes vastgezet en ik ga beginnen met deze kant. Ik pak gewoon wat pluk en dat rol ik dan in en ik rol het zeg maar naar beneden zodat je een beetje volume krijgt. Maar goed, ik ga het gewoon laten zien proberen.
vierkant zit erin. Ik heb onder vier kleintjes of vier middelste. En hier dan één grote. Doe ik dan aan de andere kant ook. En dan heb ik hier nog wat grote over. Dus ik ga nu de andere kant doen. Oké, alle rollers die zitten erin. Ik heb er nu, zoals ik al zei, hieronder vier kleine. Nee. Vijf kleine volgens mij. En dan één grote. En dan hier bovenop heb ik ook weer drie grote. Alleen het hangt een beetje los allemaal, maar goed. Ik ga het nu gewoon zo lang mogelijk erin laten zitten. Sowieso totdat het is afgekoeld. En eigenlijk gewoon de hele avond. Al moeten we wel nog boodschappen doen. Dus dat wordt leuk. Maar ja, voor nu laat ik het eventjes zo zitten. Ja, deze laat ik wel gewoon lekker naar voren hangen. Doei. Jongens, ik besef me nu opeens dat die bovenste, dat ik die zo naar beneden moet doen. Want dit ziet er natuurlijk echt niet uit. Oh, ik hoop maar dat het mooi wordt hoor. Anders loop ik morgen echt zwaar voor lul. Nou, dan doe ik het. Dan ga ik gewoon mijn haar stijlen. Maar goed. Oké, ik ga deze er nu eventjes opnieuw in doen. Kijk nou. Oké, ik ga nu die rollers eruit halen. En waarschijnlijk ziet mijn haar er dan heel erg verlept uit alsnog. Maar dan ga ik eventjes de steltang pakken en de krultang. En dan ga ik het een beetje fixen. Want ja. Ik denk namelijk nog niet echt dat dit heel erg mooi is. We gaan het zien. Ik ga met de onderste gewoon beginnen. Kijk, er zit echt een zieke krul in. Maar dat wil ik dus juist niet. Dus het moet sowieso nog eventjes uitzakken. Want dit is niet het resultaat waar wij voor gaan. En daarom ben ik wel blij dat ik het nu doe en niet morgenochtend. Want als ik het morgenochtend zou doen, dan zit dit ook nog zo met foto's maken. En nu heeft het gewoon een hele nacht en zo om lekker uit te zakken. Dus dat is top. Kijk, je krijgt ook allemaal van die lelijke dingen waardoor die klemmen. Maar ja. Oh, mijn camera is leeg. Wat erg. Maar goed. Ik kan het er ook uithalen. Oh my god, die voorste pluk. Wat lelijk. Nu eventjes. Oh, ik lijk wel. Oké, mijn camera is leeg, dus ik film eventjes met mijn telefoon. Maar ik heb lekker sushi besteld. Dit zijn van die rollen met een gefrituurde garnaal erin en een pokeball. Ik had alleen gevraagd zonder mais, maar niet helemaal gelukkig. Maar goed, maakt niet uit. En dat ga ik nu lekker opeten. Ik ben de vlog aan het bewerken en ik zie nu dat ik helemaal geen einde meer heb gefilmd. Ik weet niet waarom. Ja, mijn camera zat in de oplader. Dus ik ben het waarschijnlijk gewoon vergeten. Het laatste wat ik heb gefilmd is dat ik lekker sushi ging eten. En een pokeball ging eten. Maar jullie hadden het eindresultaat van mijn haar niet meer gezien. Want dat was dus het moment dat mijn camera uitviel. Mijn haar was super lelijk geworden door die rollers. Zag er echt niet uit. Dus ik was eigenlijk gelijk gaan douchen. Heb mijn haar gewassen. En heb het toen gewoon aan de lucht laten drogen. En heb het daarna met de krultang gekruld. Zodat ik een beetje van die waves had en zo. Er komt binnenkort een Get Ready With Me online. En daar kan je zien hoe ik die krullen een beetje heb gemaakt. Dus ja. Ik wil jullie wel heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem toch een beetje leuk vonden. Morgen komt er een video online waarin ik laat zien hoe Rosa en ik Instagram foto's maken. Dus ik hoop dat jullie dat ook heel erg leuk vinden. Doe dan een duimpje omhoog als je dagelijkse vlogs nog steeds leuk vindt. En dan hoop ik jullie morgen weer te zien. Doei!